De weekmarkt in Oegstgeest viert deze week haar 50ste verjaardag. De markt startte in 1973 en is nog steeds altijd wekelijks te vinden in het dorp. Ja, dat is toch fantastisch. Er zijn weinig markten meer die 50 jaar bestaan. En je ziet het, er loopt volk genoeg en het zijn leuke kramen. Je hebt hier ook kwalitatief goed spul. Een biologische slager, een polier met alleen maar scharrelkip. De groenten ook, niet van die aardbeien die de dag erop al weg moet gooien. Gewoon goede kwaliteit voor een goede prijs. Sommige bezoekers komen al een lange tijd naar de markt op de Lange Voort. Misschien wel 50 jaar. Wat is er zo leuk aan de markt? Nou, de gezelligheid en goede producten. Als je de goede handelaren weet te vinden, tenminste. Wij komen uit Leidendorp. Dus dan gaan we daar nog wel naar de markt en Winkelhof natuurlijk. Maar hier, ja, dat is ook gezellig zo. Om het 50-jarig bestaan van de markt te vieren, konden bezoekers dinsdag meedoen met een dobbelspel. Alle mensen mogen meedoen. Voor iedereen is een prijs. 6 mogen ze van de kraam kiezen. En als ze bijvoorbeeld 1 gooien, dan mogen ze alleen een kaasje. Er wordt heel veel 6 gegooid. Ja, toevallig. Heb ik 3 gegooid, dus ik heb een bloemetje gewonnen. Maar het is een leuke actie. Arco is als marktkraamhouder op vele markten in de regio te vinden. Maar de markt in Oegstgeest is uniek. Ja, Oegstgeest is toch wel bijzonder volk, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het de chiquere Leidenaren zijn geworden. Dat, zo zie ik het. Nee, de mensen zoeken hier ook kwaliteit. En ze komen niet voor 3 kilo voor 5 euro of zo. Ze willen kwaliteit en ze willen goede spullen. En dat is denk ik het verschil met andere markten. Zelf sta ik hier en morgen in Rotterdam. Dus dat is een heel ander publiek. Maar dan sta ik ook wel in een wijk waar ook wel waar het meer scharrelspullen willen. Een 50-jarig jubileum mag groots gevierd worden en wordt daarom over een paar weken nog een keer gevierd. Je bent een heel jaar jarig, vind ik, als je 50 wordt. Hè? Dat is toch wel een bijzondere leeftijd. Dus 4 juli, dan komt Jeremy Vermolen, die tuin- en tv-kok, zeg ik altijd. Die komt hier met een hele mooie grote barbecue van 6 meter lang. Komt hier barbecuen en alles laten proeven. Dus kom kijken en kom proeven. Dat is het belangrijkste, want hij laat allerlei dingen die hij hier op de markt haalt, gaat hij klaarmaken op de barbecue en laten proeven.